Hallo, mijn naam is Frans de Visser. Ik ben muzikant, muziekproducer en sounddesigner. En voor Boterbazen ga ik het volledige sounddesign ontwerpen. Ik heb een eigen muziekstudio in Rossum. Daar ga ik veel produceren en ook de voice-overs opnemen. Voor je zie je het Titus Brandsma Lyceum. Jan heeft jullie vast alle mooie dingen verteld over de historie van Os. Maar ik wil jullie een ander verhaal vertellen. Stijn van Erp is dus de creatief leider van Boterbazen. En ik moet veel met hem samenwerken. En dat vind ik hartstikke leuk, want het is een ongelooflijk creatieve gek eigenlijk. En we vullen elkaar wel lekker aan, want ik ben zelf ook heel erg beeld- en dus ook audiodenker. En met z'n tweeën spatten de ideeën eigenlijk naar voren. Maar wel moeten we, ben ik dan weer net een beetje praktischer, dus probeer ik het allemaal een beetje te kaderen samen. En zo kunnen we denk ik mooi straks een heel vet resultaat neerzetten. Voor Boterbazen maken we gebruik van onder andere een binaural audio recording systeem. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk een soort van hoofd, moet je voorstellen, met twee oren. En dit systeem vangt het geluid echt op alsof zoals een echt mens het hoort. Dus op het moment dat jij terugluistert op een koptelefoon, dan klinkt het geluid echt 3D. Dus alsof je er zelf bij bent. Fragmentje kan ik even snel laten horen. Waar ik gitaar speel en dus door de ruimte loop. En dan hoor je dus echt de gitaar ook op verschillende plekken in de ruimte. Zet wel even je koptelefoon op, want anders dan werkt het niet. Met dit hoofd hebben we ook binaural audio recordings gemaakt in een weverijmuseum in Gelderland. Om het bergosterrein te benadrukken. In het begin heb ik met Stijn heel veel interviews afgenomen, waaronder ook in het bejaardenhuis zijn we bij mevrouw Broeksteeg langs geweest. Oude dame van 95. En die vertelde veel over de oorlog en hoe het toen was. Maar ook begon ze op een gegeven moment uit het niets ineens een vers op te noemen. Daar hoort hij voeten schuiven. Op Kiezerkerkenpad. En ik was daar zo door verwonderd, dacht dat stuk moet echt in de route komen. Dus dat het moment als je straks langs de kerk loopt, dan hoor je eerst haar vers. En dan komt er een mooie, imposante muziek die goed bij de kerk past. Ik denk dat je als Ossenaar deze route echt moet gaan beluisteren en bekijken. Want je gaat je stad op een compleet andere manier ervaren.